Sulu. So-ulu. So-ulu. Sulu. Saulu. Oei, oei. Die naam was blijkbaar veel te moeilijk. Dat kon een stuk beter. Soul Center. Dank u, oma. Dat is juist. Het is Soul Center. Soul Center. Veel beter. En we hebben niet alleen een naam. Met Soul Center zien we het ook veel grootser. Soul Center wordt de oplossing voor woonzorgcentra om veel warmer en zinvoller te wonen en leven. Want in een woonzorgcentrum wordt 24 uur per dag gewoond en pakweg maar 1 uur gezorgd. Raar genoeg zijn alle softwareoplossingen voor woonzorgcentra over die zorg. Hoe bewoners gelukkig kunnen wonen en leven, is daar bijzaak in. Soul Center daarentegen gaat resoluut voor vreugdevol wonen en leven. Het levensverhaal is de basis. En van daaruit bieden we oplossingen die alle mensen in het woonzorgcentrum helpen om elkaar te leren kennen en zinvol met elkaar om te gaan. We gaan er rap even door. Houd u vast. Soul Center biedt teams nu al heel handige tools om met families levensverhalen te verzamelen. Daarnaast is het makkelijk om deze verhalen te leren kennen in het woonzorgcentrum. Je kan individueel en in groep de verhalen herbeleven. En via bewonersboeken is het makkelijk voor het team om door de verhalen van bewoners te bladeren. Dat gaat allemaal over vroeger, maar wat met vandaag en met morgen in het woonzorgcentrum? Soul Center helpt teams om ook een rijke invulling te geven aan dit nieuwe hoofdstuk in het leven. Bijvoorbeeld via activiteitssuggesties. Het wordt makkelijk om op basis van de levensverhalen en het profiel van bewoners betekenisvolle activiteiten te ontdekken en in te plannen. Mijn opa Roland was een ondernemer die heel graag organiseerde. Hij vond het belangrijk om mee te zijn met de actualiteit en las ook heel graag fictie. Daarnaast was hij grote fan van zowat alle sporten. Op basis van zijn interesses en profiel kan het team hem met Soul Center makkelijk heel wat deugddoende activiteiten aanbieden. We focussen daarnaast niet enkel op de bewoner, maar op de relaties met iedereen in het woonzorgcentrum. Medewerkers, families, vrijwilligers, stagiairs en zelfs de buurt. Want door elkaar beter te leren kennen, maken ze het woonzorgcentrum een veel fijnere plek. Met Soul Center wordt het in het woonzorgcentrum makkelijk om warme connecties te vinden en samen leuke dingen te doen. En alles wat je zag is nog maar het begin van wat we in petto hebben. En zo wordt... Saulu. Soul Center. De centrale plek voor warm en zinvol wonen en leven.